In alle vroegte namen José en Thea de schade op bij hun winkel. En dan kom je hier en dan is een auto in de fik daar op straat. En dan alles aan God. Ik heb er niets kunnen zien. Uw winkel? Ja, onze winkel, ja. Hoe is het binnen? Pof! Drama. José en Thea zitten al heel lang in winkelcentrum Korenbloem. Maar zelfs voor hen is zo'n heftige vernieling even slikken. Ja, ik zeg, ik heb heel veel meegemaakt. Maar dit is toch wel iets wat aangrijpender is, zeg maar. En te meer omdat ik vorig jaar heb ik net de zaak een upgrade gegeven. Hè, en je wilt er nog een paar jaar door. En ik werk nog met plezier. Ja, leuke meiden heb ik. En dus ik had echt zoiets van, nou dit. Volgens ooggetuigen ging het om vier daders. Zij lieten een brandende auto achter en zijn zonder buit vandoor gegaan op twee scooters. En dan zijn ze echt professioneel, want die auto was er helemaal klaargemaakt voor. Zo'n ijzer achter de auto en dan hebben ze zo mee ingerammen. Veel schade, is er ook veel gestolen? Oh. Je kan het zien. De voorgevel, dat kan u zien. Nou ja, ik denk 10.000 euro binnen en zo. Hoe moet u nu verder? Hoe nu verder? Nou ja, goed. In eerste instantie heb je echt zoiets van, deur dicht en wegwezen en stoppen en klaar. Maar ja, ik weet hoe ik zelf in elkaar zit. Ik ben best wel optimistisch, dus ik blijf optimist.